Vochtloofveen kom je een verscheidenheid aan planten en dieren tegen en insecten tegen. Het is de ongereptheid van het veen die ervoor zorgt dat hier heel andere insecten rondvliegen en heel andere vogels rondvliegen. Waardoor je echt fantastische ervaring hier kunt opdoen. Overvliegende kraanvogels, in de winter klapeksters, echt fantastisch. Het Vochtloofveen is eigenlijk een heel kaal gebied. Als je hier komt, dan denk je van waar moet ik beginnen met kijken naar dieren. Op het fietspad bijvoorbeeld, als je daar aan het wandelen bent, dan heb je een enorme open vlakte. En je weet eigenlijk niet zo goed waar je moet beginnen met zoeken. Totdat je beter gaat kijken en je een heleboel dieren tegenkomt in struikgewassen, op de grond. En dus ook in de bosgebieden eromheen. Goeiedag. Nog iets bijzonders gezien? Nee? Nog niks? Wat ik in september in het Vochtloofveen zou willen zien, of zou kunnen zien, dat zijn reptielen, amfibieën nog veel vogels die zich opmaken voor het vertrek naar het zuiden toe bijvoorbeeld. De slangenarend zou er nog kunnen zijn. Dat zijn wel de laatste dagen / weken dat die hier nu zit. Maar dat zijn toch wel de dieren die je hier nu nog kunt zien. Dit is een belangrijke plek omdat hier de waterhuishouding van natuur overgaat in die van landbouw. En dat overgangsgebied is altijd spannend, want je hebt met twee verschillende functies te maken. De een wil natte voeten, natuur, en de boer hiernaast wil droge voeten. Als waterschap hebben we als taak om de verschillende functies in het gebied goed te bedienen. En dan gaat het om landbouw, maar ook natuur, bebouwing, recreatie. En in dit gebied was dat wel spannend, want de functies zijn hier qua waterhuishouding redelijk tegengesteld. Je hebt enerzijds heb je het belang van natuur, het Vochtloofveen, de hoogveenkern. Die heeft een stabiel, altijd hoge grondwaterstand nodig. Nou ja, een boer denkt daar natuurlijk anders over. En we staan hier dus precies op het overgangsgebied daartussen. In de landinrichting Vochtloofveen is hier 600 hectare gebied voor natuur ingericht. Nou, dat zie je hier liggen, met veel water. Pijlen zijn verhoogd. En dan is er natuurlijk de zorg van de omgeving. Van hoe pakt dat uit voor ons als landbouw en als bewoners hier? En nou ja, daar is een goede oplossing voor gevonden, denk ik. Want je hebt hier enerzijds hoge pijlen, maar daarboven ook nog een stuk ruimte voor water, hè, om water tijdelijk te kunnen bergen. En om dat goed in goede banen te leiden, is hier een soort knijpstuw, een knijpconstructie. Hè, een soort kraantje voor de waterafvoer gemaakt, zodat je het water gedoseerd afvoert uit het gebied. Ik kijk even naar de knijpstuw, naar de afvoerkraan van het gebied, zeg maar. Om te kijken hoe die staat ingesteld. En momenteel is er geen waterafvoer. Dat betekent dat het eerst nog een tijd moet regenen voordat deze stuw weer gaat afvoeren. Op zich niet vreemd, want het is een gebied, er is geen wateraanvoer mogelijk. Je hebt alleen het hemelwater, hè, de neerslag die valt, kan dit gebied voeden. En dat is ook gewend bij een hoofdveengebied. Een hoofdveengebied is niet gebaat bij inlaat van gebiedsvreemd water, zoals we dat noemen. En jullie zijn een boerderij Nieuw Beper. Dat is het melkveebedrijf van de familie van Daadslaar. Van Roddy, mijn man en ik en de kinderen. We hebben een bedrijf met ongeveer 110 koeien en 50 stuks jongvee. En we leveren melk voor het merk Noordertrots. Dat is het huismerk van de Poys. En er zijn 12 of 13 boeren die daar melk voor leveren. Allemaal uit Noord-Nederland. En die doen allemaal net iets extra's voor natuur en voor weidevogels. Ja, onze koeien gaan minimaal 180 dagen per jaar naar buiten. We moeten ook een stukje natuurinvulling doen op ons eigen land. Dus we hebben een plasdras aangelegd en we hebben bloemenstrook ingezaaid. Allemaal zodat er meer insecten komen, wat weer voedsel is voor vogels. Dus op die manier runnen we het bedrijf.
Dat wij melk mogen leveren voor Noordertrots vinden we hartstikke mooi. Op deze manier kunnen wij laten zien naar buiten toe dat wij dus een stapje extra zetten voor de natuur hier in de omgeving. En dat het dan in je eigen omgeving te koop is als herkenbaar melk van jou. Dat is hartstikke mooi. Nou, ik ben van het Drentepad en wij onderhouden het Drentepadroute door heel Drenthe en ook over het Vochteloerveen. En ja, er hangen af en toe wel eens bordjes niet helemaal goed, dus wij zijn dan bezig om de bordjes even te vervangen. Het Drentepad is een 329 kilometer lang streekpad door Drenthe. En dat reikt het ene natuurgebied aan het andere natuurgebied. Het startpunt is in Bijlen en gaat dan naar Ruinen, Havelte en over de westkant weer terug naar het noorden en over het noorden door de Onlanden, over de Honsrug terug naar Emmen en van Emmen door het hart van Drenthe weer terug naar Bijlen. En ja, het Vochteloerveen springt eruit omdat het enige heide natuurgebied is waar nog levend hoogveen is. Er zijn heel veel heide en zandverstuivingen en dat soort zaken, maar het hoogveen dat maakt het Vochteloerveen uniek en dat willen wij graag aan de Drenthepadwandelaars vertellen. Ik denk dat ik hier al meer dan 10 jaar kom om te wandelen. En sinds 2019 kom ik hier om te fotograferen. Even kijken of dat... Nee. Ik denk daar een... iets te zien. Nee. Wat dacht je? Ik dacht dat ik een ringslang zag, maar vooral hier in, langs dit pad waar je dus heide ziet samen met grassoorten zoals het pijpenstrootje, daar vind je de adder vaak op de combinatie of dus op de grens van heide en gras. En ze liggen dan hoog op een polletje of in een soort kommetje waar de zon lekker in kan schijnen uit de wind om op te warmen zodat ze kunnen gaan jagen. Ik woonde in Assen, toen heb ik het gebied al een aantal keren verkend. Mede daarom ben ik verhuisd naar een dorp in de buurt, zodat ik eigenlijk bijna dagelijks in het gebied zou kunnen zijn. En dat is wat ik ook gedaan heb. Ik heb het gebied leren kennen. De soorten rijkdom kunnen ervaren in al de loop der jaren, maar ook de veranderingen kunnen zien in al de loop der jaren. Als ik voor ons eigen bedrijf kijk, hebben we het nu mooi voor elkaar, zeg maar. We hoeven niet te groeien. Dus eigenlijk willen we gewoon doorgaan zoals het nu gaat. We willen best wat dingen aanpassen, maar we moeten wel weten wat er mogelijk is. Nou, er zijn dus drie gebieden. De hoofdveenkern die wil je zo nat mogelijk houden. He, daar is een soort door natuurmonumenten al in een eerder stadium een soort dammenplan uitgevoerd met een soort Sava-systeem met dammen en om het water getrapt vast te houden. Je moet je voorstellen dat het hoogteverschil tussen de Hoogveenkern en het Beekdal wat daar ligt is ongeveer 10 meter. Je zit dus op een hellend vlak. Nou, water vasthouden op een hellend vlak is uitermate lastig natuurlijk, hè, want het heeft een neiging en loopt naar het laagste punt. Vandaar dat er maatregelen zijn getroffen, zowel in de Hoogveenkern, maar ook in die 600 hectare randzone. Daar zijn dijkjes aangelegd en rond het hele gebied is deze grote ringdijk gelegd. Om te zorgen dat het water niet woep, heel snel het gebied uitloopt, maar juist via dit stuwtje wat hier staat. En daar is flink aan gerekend van hoe groot moet zo'n stuwtje nou zijn, dat je die waterberging, hè, een tijdelijke stijging van het peil in natte tijden, hoe je die zo effectief mogelijk kunt benutten. Je kunt niet elke wateroverlast voorkomen, dat is gewoon niet haalbaar. Maar we hebben wel kunnen bereiken dat de piekafvoer uit dit achterliggende gebied, dat die gehalveerd is. Dus dat scheelt toch. He, er komt minder snel water naar de omgeving toe, omdat je het gedoseerd afvoert. We staan hier nu bij de hoofdwatergang van het gebied. Op dit gebied, waarvan u hier de afvoerduikers ziet. Dit gebied voert de randzone van het Vochteloerveen af, een dikke
300 hectare zal dat ongeveer zijn, richting het Grootdiep, het Beekdal. En er staat nu weinig water. In de winter is dat natuurlijk wel eens anders. Het is ook een gebied, hier is geen wateraanvoer mogelijk, dus zomers vallen de sloten soms ook gewoon droog. Het is een natuurlijk proces. Maar dit is dus echt de overgang van de Vochtloorveen, de randzone, naar hier het landbouwgebied. We staan hier op de 80 Bunder, naast het Vochtloorveen en eigenlijk ook onderdeel uitmakend van het Vochtloorveen, want het is de bufferzone. Deze plek is vooral bekend bij heel veel natuurliefhebbers vanwege de boomkikkers. Dit is een super plek voor de boomkikkers. Je hebt hier veel braam, je hebt hier veel water achter liggen en de combinatie van braam en water zijn super voor die beestjes. Ze zijn niet moeilijk te vinden in de goede tijd van het jaar, met name rond deze tijd, augustus, september. Dan zijn de jongens zo groot dat ze allemaal uitzwerven en overal gaan zitten. En dan moet je met enige moeite moet je hem wel kunnen vinden. Super tof voor het Vochtloorveen dit. Leuk.